De Oude IJssel moet beter worden benut door de Achterhoek, waarbij de aanleg van een bever- en mangrovebos, jacht- of passantenhavens en strandjes opties zijn. Met een inspiratiedocument in de hand gaan 6 gemeenten samen met het waterschap Rijn en IJssel en andere partijen aan de slag. De rivier heeft heel veel potentie en die kan nog verder uitgebouwd worden. We hebben van alles en nog wat is al aanwezig langs de rivier. Toeristisch recreatief, fietspaden, wandelpaden, ook horeca is aanwezig. Maar het kan allemaal nog wel even een tandje beter, een tandje verder uitgewerkt worden. Zodat we nog meer de potentie van het water kunnen gebruiken. Nou, deze kaart moet de routekaart worden voor de toekomst, voor de ontwikkelingen binnen het gebied van de Oude IJssel. En met name de routekaart voor de mensen die ergens mee bezig zijn in de ontwikkeling, maar ook de afstemming tussen de diverse overheden. In elke betrokken gemeente zijn kansen ingetekend op een inspiratiekaart. Van de aanleg van een rondweg bij Hummelo tot het omvormen van de leegstaande waterzuivering in Doetinchem tot een recreatiehotspot. In Oude IJsselstreek ziet wethouder Hiddinga onder meer kansen bij het Druterrein in Ulft, waar plannen zijn voor een jachthaven. Het is volgens de wethouder niet zo dat alle ingetekende ideeën werkelijkheid worden. De plannen zijn nog niet zo heel erg concreet. Het verschilt wel per gemeente. We hebben met elkaar afgesproken dat het voor ons een inspiratiebron is van waaruit we verder willen doorwerken. En de inspiratiebron betekent dat elke gemeente wel in zijn eigen tempo dat op gaat pakken. En de ene is daar wat verder mee dan de ander. Want wat in Doetinchem goed kan zijn, hoeft niet in Ulft goed te zijn. Maar andersom is dat idem zo. En als je weet dat je met elkaar wel een product hebt te bieden aan de bezoeker, de bewoner of de mensen die in dit gebied vertoeven, dan denk ik dat we daar een goede slag in kunnen maken. Een van de 4 thema's waar partijen mee aan de slag gaan is vaarwegbeheer. Zo moet de Oude IJssel van het Duitse Bocholt tot de IJssel bij Doesburg bevaarbaar worden. Dan zeg je nogal wat. Hè? Dat betekent eigenlijk dat de bevaarbaarheid van de rivier goed moet zijn tot aan Bocholt, dat er sluizen gebouwd zouden moeten worden. Nou, als je dat soort doelen stelt, dan betekent dat wat voor de bevaarbaarheid van het water en hoe je daarmee om moet gaan. Als je wil dat die bevaarbaar wordt zonder dat je daar extra op in moet spannen door bemensing of met beweegbare bruggen, dan moet je die keus nu maken dat je op termijn daar de scheepvaart of de bootjes een plek geeft. Nou, dat zijn de dingen die nu helder worden gemaakt door het ambitieniveau in het ambitiedocument.